De titel van de tentoonstelling is Edgar Tijdgat, herinnering aan een geliefd venster. Dat is een titel die heel duidelijk gekozen is, omdat die refereert naar de kunstfilosofie van Tijdgat. Wat dacht Tijdgat nu eenmaal over kunst? Dat de realiteit iets was dat we konden kennen. En iedereen heeft zijn eigen persoonlijke venster op die realiteit. En bijgevolg geeft iedereen zijn zeer individuele invulling van die realiteit. Op het eerste zicht zijn het vrolijke schilderijen. Zijn het schilderijen van dagdagelijkse dingen. Maar als je dieper gaat kijken, als je echt gaat kijken naar Tijdgat, dan merk je toch altijd die donkere zelfkant van de mensheid die daarin voorkomt. Ja, Tijdgat is een soort archeoloog van de menselijke psyche. Nu, Edgar Tijdgat in M is eigenlijk een logisch gevolg van wat wij doen in M. Zorgen er altijd voor dat we die kunstenaars selecteren voor een tentoonstelling te maken die eigenlijk minder gekend zijn, die een beetje in de marge opereren, maar die desalniettemin ongelooflijk boeiend zijn als kunstenaar. Edgar ken ik sinds een zeer lange tijd. Hè? Dat was een vriend van mijn vader. Hij lijkt een beetje excentrisch te zijn, maar eigenlijk heeft hij een zeer scherp oog. En dat allemaal met een humoristische touch. Het is, denk ik, toch minimum 2 meter, hoor. Ja, dan moet je naar het plankje kijken, hè. Dit is een bergje, hè, dit loopt erachter. Hè? Ja, ze hebben dat huis gebouwd langs een straat die nog niet bestond. En dus om er binnen te gaan, zodanig dat er geen andere huizen waren, dat was helemaal alleen, was dat huis op de kelder gebouwd en de kelder stond op de grond. Dus je moest wel een ladder gebruiken om binnen te gaan. Dat klopt met de geest van Tijdgat. Hij kijkt naar ons alsof hij een of andere heilige is op zijn pantoffels. Het is een beeld dat zoveel bij mij opwekt. Die uitnodigende man en tegelijkertijd de onbereikbaarheid van de man. Tijdgat wordt altijd in beeld gebracht als de schilder van de carousel. Dat heeft enerzijds te maken met een verhaal uit zijn jeugd. Toen hij 5 was in Brugge, was hij met zijn broer op weg door de stad. Er was een paardenmolen. Hij is op de paardenmolen gegaan. Hij valt daaraf, wordt naar huis gebracht, zwaar gewond. De dokter schrijft hem af, zegt van nee, deze jongen gaat het niet halen. Een paar dagen ervoor had hij een nieuw bruin kostuumpje gekregen. Zo fier als een gieter liep hij daarmee rond. En op het moment dat hij in zijn bed ligt en afgeschreven is door zijn ouders en door de dokter, geeft zijn moeder dat nieuw bruin kostuumetje aan de buurvrouw. Want ja, hij heeft het toch niet meer nodig, dan kan beter de kleine van de buurvrouw ermee spelen. Dus moet je inbeelden wat voor een indruk dat moet gemaakt hebben op een kleine van 5. Daarom, als Tijdgat carousels en dergelijke afbeeld, dat is nooit onschuldig. Dat is nooit optimistisch. Dat is altijd eigenlijk met een heel wrange ondertoon. Want dat is een trauma vanuit zijn jeugd. Als er nu 1 verhalenverteller bestaat in de kunst uit de Lage Landen, dan is het Edgar Tijdgat. Dat was de meest sublieme verhalenverteller die we hebben gehad. En we weten nooit, wacht, dit is nu echt, dit is nu fictie. En in die zin is het wel fantastisch interessant, omdat we eigenlijk in contact komen met iemand die alles als een potentieel verhaal aanschouwt. En dan zijn we gaandeweg terechtgekomen bij Louis Dame et le Monastère. Ik zeg niet dat ik Tijdgat zijn oeuvre plots begreep, maar daar heeft hij toch voor mij een werk gemaakt waar al die beelden die hij ervoor recycleerde in de achtergrond of die terugkwamen, in 1 verhaal stopten. Dat werk is een absolute ontdekking geweest in deze tentoonstelling. Het verhaal gaat over een klooster. En in dat klooster komen 8 dames binnen. Eenmaal het klooster binnengekomen, krijgen ze een nieuwe identiteit aangemeten. Ze krijgen de identiteit van een spelkaart. Wanneer de priesters dan een kaartspel gaan spelen met die speelkaarten, dan verliest er altijd 1 van de vrouwen en die moet dan een straf ondergaan. En ja, het zijn scabreuze straffen. Het is altijd gevaarlijk om 1 kunstenaar naast een andere te plaatsen. Dat heeft nooit de intentie van de ene met de andere te meten. Het werk van Anderson sloot in eerste instantie van een achterpoort aan bij Tijdgat. De figuur, misschien Anderson, met de figuur Tijdgat. Een soort buitenbeentje in de hedendaagse cinema. Het viert het leven en tegelijkertijd toont het alleen maar uitgebluste wezens. En er zit in die zin iets heel menselijk in beide kunstenaars, dat net weergegeven wordt door een soort van tragiek of een tragicomische wereld.
We zijn begonnen met de vraag hoe kan je tijd gaat benaderen. Hè? Dus dat is een schilder waar niet echt één iconografisch werk van bekend is. Dus bij het selecteren van die werken binnen thema's en groepen vonden we eigenlijk dat er personages terugkwamen. We zagen dat er thema's waren die toch overlapten. We zagen eigenlijk dat we een plattegrond hadden, met ontbrekende stukken, maar een plattegrond voor een verhaal, eigenlijk plotloos. En ik vind het heel interessant hoe dat hij een ondoorgrondelijk verhaal heeft gemaakt. Een verhaal dat ook pas opstaat als je werken samenhangt, met die werken communiceren. En in die zin is dat een hele ervaring om in zo'n tentoonstelling te wandelen. Dit is onmogelijk om dat in een boek zelf te bekijken voor mij.